Nirvana 2019. Een hele andere rol voor jou deze keer, hè? Ja, ik heb al verschillende rollen gehad natuurlijk. Als verslaggever voor de krant, voor Sirius. Dit weekend dus met mijn foodtruck, ja. Het is de eerste keer dat je op een festival staat? Nee, ik heb PD Fest in mei ook al gedraaid. Maar dat was natuurlijk maar een eendags festival. En nu zijn we dus 3 dagen aan de gang. Ja, toch een ander verhaal, moet ik zeggen. Ja, ja. Wat is het mooie daaraan? Ja, het mooie is als je ziet dat mensen gewoon 2, 3, soms wel 4, 5, 6 keer terug zijn gekomen omdat ze het zo lekker vinden. Daar doe je het voor natuurlijk. Ja. Ook spannend om hier te staan voor 3 dagen? Ja, ja, het is toch wel groter inkopen, bijkopen tussendoor. Het is echt een ander verhaal. Ja. Het is, organisatorisch word je behoorlijk uitgedaagd. Ja, absoluut. Maar ik heb gelukkig supergoed personeel en die helpen mij. Mijn broers, mijn zus staat te werken nu en gewoon met mijn eigen personeel, dus fantastisch. Het wordt bijna een familie-evenement, zeg maar. Ja, voor ons wel. Ik weet niet of hun er blij mee zijn, maar ik wel. Ja. Ja. Waar leer je hier nou van? Want jij, je bent vrij in het begin nu, hè? Wat zijn jouw leermomenten geweest dit weekend? Dat ik nog meer in moet kopen van tevoren. Nou, we hebben gisteren zo'n drukke dag gehad. Het was echt fantastisch. Mensen allemaal blij, dus dat is leuk. Ik leer echt aan alle kanten leer ik. Het is iedere keer bijschaven dingen. We hebben een uitgebreider menu dan normaal. Dus ik heb mezelf ook wel echt uitgedaagd. Maar dat merk ik nou ook wel. Je ziet het misschien een beetje aan mijn oogjes. Ja. Ja, je noemt het de streetfood menu. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, streetfood, het komt een beetje overwaaien uit Azië. Het echte straat eten. Ik ben zelf in Indonesië geweest, ben ook ooit in Mexico geweest. Het echte op straat eten verkopen. Dus het moet allemaal een beetje handzaam zijn. Ja, het is ook ideaal natuurlijk voor een festival. Een festivalbezoeker heeft ook niet altijd plek om te gaan zitten. Dus het moet handzaam zijn, het moet makkelijk, lekker, snel. En dat is natuurlijk wat wij hier proberen te doen. Ja. Je hebt een vast menu of je varieert per festival? Ik varieer wel per festival en ik schaaf hier een keer bij. Mijn Mexicaans concept heb ik in principe altijd op het festival. Maar ik heb er nu onder andere een Berliner currywurst bij staan. Ik heb er een New York smoothie bij gemaakt. Vorig jaar stond er nog een smoothiebar. Ik wist dat idee niet kwam. Ik denk ja, misschien willen mensen ook een keer vitamines, hè, als je hier 3 dagen... Beetje ondernemer springt daar natuurlijk op in. Ja, tuurlijk. Ja. Moet, En zijn er ook iets dingen van eigen creatie die je zelf gemaakt hebt? Nou, mijn nachos die zijn inmiddels wel, wel bekend. Ook wel in zomeren beginnen mensen ze toch ook wel te herkennen. Dus dat is leuk. Dat is echt eigen recept. En mijn wrap. Ik heb een hele leuke Mexicaanse wrap. Met vlees van de keurslager Thomas Koppers in zomeren. Ook fantastisch. Oh, dat is ook leuk. Regionaal betrek je de mensen dus ook erbij. Familie, regio en dan in Lierop. Wat wil je nog meer? Ja, goed. Een nieuwe verslaggever, maar die hebben we ook al gevonden, zie ik. Ik ben er eentje wat ouder geworden, ja. Maar dat maakt niet uit. Wel bij Nirvana. Ik wens je voor vandaag heel veel succes nog, want er gaat weer een mega drukke dag worden waarschijnlijk. Je kent het concept op zondag, dus er wordt veel gezinnen. Er wordt veel gezinnen. We gaan er veel blij maken, denk ik. Hartstikke mooi. Nirvana 2020, jij bent erbij? Als ik nog terug mag komen, wel. Goed zo. Veel succes. Dankjewel.